Goeiedag iedereen te Hulst op deze 29 september 2022. Hier een beeld op Hulst winkelcentrum, dus de linkerkant. Het stationsplein en dan de aansluitende supermarkten. Ook de karwei, de Jysk. Nog even leuk om in beeld te brengen. Dus ja, een groot oppervlakte en dus ook de verbindingsroute even verder naar de N290. Ja, het zijn ochtendbeelden, toch al iets na 9 uur, dus wel leuk. Even geen regen. Ja, zonne-energie, enorm van belang in deze tijd. Dus hier ook aanwezig op verschillende zaken. Dan hier ook even de car wash in beeld. En dan ook wel nog de andere zaken hier met de verbinding van de N290. Dus hier de verbindingsroute. Dus de linkerkant, minder dan 5 kilometer naar de Belgische grens. Met Stekene of Sint-Gilles-Oise. En dan de andere kant hier richting Axel. Ja, ook wel de mogelijkheid naar Terneuzen of ook wel de rechterkant. De baan op naar Terneuzen. Dus ja, veel open landschap. Hier de lichtstraat van de Albert Heijn, bijzonder leuk als je boodschappen doet. Het natuurlijke licht die binnenkomt. Dan hier ook een zicht op de Aldi. Dan de tijdelijke halte van de bus. Ja, kunt u de verhalen horen via een andere video. Ik heb terug enkele straffe verhalen die hier zullen aankomen. Het Oud Hulst. Dan hier de zone van de Action. Zoals je ziet, ook de werken die bezig zijn momenteel. En dan hier de markt. Ik vermoed dat dat de markt is van de donderdag dus. Die hier aanwezig is omdat er kermis zal zijn in Hulst. Dus op de markt. Dus waarschijnlijk is dat wel de reden. Dus hier even de Action. Ja, ook wel een leuke locatie dat hier. Voor de markt en dan natuurlijk wel ook de Lidl daar. In beeld.
natuurlijk moet de bierkaai er ook op. Hè. De bioscoop De Koning van Engeland kreeg de vorm. Het wordt duidelijk zichtbaar. Het kleur past ook wel met de stijl van de trappen, met de omgeving. Het is eigenlijk ook wel een gewoonte die men moet krijgen. In het begin is het natuurlijk altijd wel raar als er zoiets komt plots in een binnenstad, maar het is wel bijzonder mooi. Het is modern. En het is ook wel praktisch. Je moet ook zien, de praktische kant is, het is centraal gelegen. Het is bereikbaar. Hier toch wel voor de binnenstad. Nu nog wel ook te zien wat dat zal worden met de bussen van de woonzones tot hier. Maar voor de rest, je bent in de binnenstad en je kan naar de bioscoop. Zo, en dan ben ik terug even hier aan het Michelstadspad. De route, bekend voor mensen die het openbaar vervoer gebruiken, eventueel voor de wandeling of met de fiets, kan het natuurlijk ook naar de andere kant van Hulst. Ook nog even de wijk hier, ben even terug op de tegenrichting. De zone daarvan, de Tivoliweg, de Glaciweg. Zo, de Tivoliweg, de dubbele poort. Even in beeld. Zo, en hier nog een mooi beeld op de Glaciweg. U ziet dus ook de werken die bezig zijn en dan ook de overgang hier met aansluiting van Hulst busstation. Ik zie daar al wat doorstromingsverkeer, een voertuig hier. Maar blijkbaar moet het fietspad waarschijnlijk nog verder aangepast worden. Ja, de werken gaan nog verder hier, he, duidelijk. En dus hier feitelijk Hulst busstation. Dus op deze locatie.